Toen Blended kwam, dat was voor mij echt de grootste aanzet voor onderwijsvernieuwing. Het betekent dat je kon niet meer denken in termen van... ik ben een docent, ik heb een boek, ik sta voor de klas en ik draai mijn les. Dat was echt totaal anders vanaf dat moment. Met Blended leer je op een totaal andere manier te denken. Je denkt heel erg doelen. En je denkt van, dit zijn mijn doelen voor de les. Welke activiteiten ga ik ontplooien om dat te doen? Dat moest heel erg veel scherper zijn dan in een leslokaal. En ik denk dan dat de studenten die merkten ook van dat er veel meer structuur in de lessen zat. Dat het heel duidelijk vanuit doelen werken was in plaats van inhoud. En dat ik bij alles kon verantwoorden wat ik aan het doen was. De managers die hebben gezegd alles moest blended, maar de beweging van hoe dat uiteindelijk uitgevoerd was, dat kwam van de docenten af. En dus dat betekent dat wij hebben bij wijze van spreken met de docenten bij elkaar, hebben wij ontworpen hoe Blended eruit hoort te zien. Het was een hele grote experiment voor iedereen. En we hebben vreselijk veel van elkaar geleerd. Dus één had één aspect ontdekt en een ander aspect. En dat hebben we gewoon samengebundeld. En dat was heel erg leuk. Er is niet één definitie ervan. Er is niet gewoon één manier. Er zijn zoveel verschillende manieren. En die moet je niet afsluiten. Je moet gewoon alle paden bewandelen om te kijken wat het beste werkt. Waar ik het meest trots op ben, is al die nieuwe dingen die ik geleerd heb onderweg. Ik heb geleerd om films te maken. Ik heb geleerd om animaties te maken. Ik heb geleerd om echt op zoek te gaan naar goed materiaal op het internet. Wij zijn ook bezig om met totaal andere dingen, van hoe kunnen we bijvoorbeeld elementen van gamification, hoe kunnen we die introduceren in Hubble. Ik zie een heleboel studenten die continu met hun mobiel bezig zijn. Nou, hoe kunnen we dat dan meer in Hubble verwerken? Hoe kunnen we bijvoorbeeld hele korte opdrachten voor ze maken, dat ze bij wijze van spreken in het station of in de trein onderweg naar huis kunnen maken? Dus dat zijn de volgende ontwikkelingen van echt mobile learning, gamification. Daar zijn we nu met een groep heel erg mee bezig.